De voorbereidingen voor het opleveren van een verbrandingsoven en de bouw van het streekziekenhuis te Ajoni verlopen naar wens. Binnen niet al te lange tijd zal de verbrandingsoven opgeleverd worden en de eerste steenlegging voor het streekziekenhuis plaatsvinden. Districtscommissaris Humphrey Jeru hierover. Onze president heeft een milieuproject geïnitieerd, een milieuplan geïnitieerd. En een onderdeel daarvan is een project met verbrandingsovens, die hij vrijwel overal in het land wil plaatsen. En Ajoni is, is aan de beurt om er één te krijgen. En op dit moment zijn de jongens het gebouw aan het afronden. Die machine staat er al. Ze hebben dat gebouw al bijna af. Dus we kunnen zeggen dat we binnen enkele weken de opening van de verbrandingsoven kunnen hebben. Wat voor opluchting zal zo'n verbrandingsoven zijn voor het gebied? Laat me zeggen dat het voor het gebied Ajoni een hele opluchting zal zijn. Omdat je op een betere manier vuil kan verwerken. We zitten natuurlijk heel veel met chemisch afval. Plastic zakken, noem je dat, petflessen. Foambakjes. De mensen kunnen dat niet kwijt. Verbranden lukt niet altijd. En het is ook natuurlijk ook giftig, dus het is niet handig om het zo te doen. Dus met die oven erbij zijn we een heel grote stap verder. Ik moet er gelijk bij vertellen dat het voor dit moment niet een opluchting is voor boven Suriname in het algemeen. Want boven Suriname is te groot voor zo'n kleine oven. We hebben dus gevraagd via de minister van Volksgezondheid, die eigenlijk de trekker is van het project, dat er nog meer ovens komen voor de dorpen in het gebied, de concentraties, de resorten. Er zijn dorpen die één nodig hebben, zelfs je zou bijna kunnen zeggen dat ze twee nodig hebben. Heel grote dorpen als Pekinslee, Guyaba, die dorpen zijn geen kleine dorpen. We praten over in termen van 4000 en meer. Die mensen hebben eigenlijk apart een oven nodig. We gaan ervoor pleiten dat er meer komt in het gebied en daar zal ik bij blijven. Ik heb het al heel duidelijk gemaakt aan de minister, die dus de trekker is, dat ze ervoor moeten zorgen dat er meer ovens komen voor het boven Suriname gebied. Maar de ene die we nu hebben, daar zijn we heel blij mee. Dat moet ik ook, het moet me haasten om dat te zeggen. Maar dat zal niet de enige zijn. Ik ga ervoor vechten. En ik heb al van de minister begrepen dat de president gevraagd heeft om ik dacht ongeveer 100 nog te bestellen. Die zullen misschien landelijk niet genoeg zijn. Nou, dan blijven we bestellen. Want dit is een goed project. Het is een goed project en dus de mensen zullen er heel, heel erg blij om zijn. Echt wel. DC, wat mag er in zo'n oven verbrand worden? Nou, in de oven mag je de volgende items niet verbranden. Wat je niet in die oven mag verbranden zijn geen spuitbommen. Bijvoorbeeld deodorant, spray, insecticide enzovoorts. Je mag geen brandbare vloeistoffen erin doen, gasoline, diesel, geen grote metalen voorwerpen en of bijvoorbeeld microwave ovens, grote lege blikken. Wat er wel in mag is huisvuil. Plastic, papier, foambakjes, plastic bakjes, dode dieren, vervallen medicamenten, infectiemateriaal, gebruikte naalden, vuilgas, dus zeg maar medisch afval. En alle soorten afval zoals ik dat heb opgenoemd. Natuurlijk zullen er meer dingen zijn die we niet hebben opgenoemd. Maar de deskundigen, dat zijn de mensen die in de oven gaan werken. Die zullen de fijne van de zaak weten. De instructies zullen gegeven worden. Er zal een training komen, een heel korte training voor de mensen die in die oven zullen werken of bij die oven zullen werken. Die krijgen dan een training en zullen ze wel weten hoe de scheiding te maken en wat er precies niet in. Maar dit zijn dus gewoon voorbeelden van zaken die dus er wel in en welke er niet in niet mogen worden verbrand erin. Dus over niet al te lange tijd mogen we dit heugelijk feit vieren? Absoluut. Jullie krijgen zeer zeker de uitnodiging. En dan gaan we dus zeg maar de ingebruikname inluiden. De minister van Volksgezondheid die heeft dus ook aangegeven dat er een ziekenhuis komt te Ajoni. De plek is al opengestoten. Wat kunt u ons vertellen over het project hiervan? Laat me aangeven dat de nood erom vraagt. Ik heb het al gezegd, boven Suriname is een groot gebied. 58 dorpen, nou, dat is niet weinig.
De medische zending, petje af voor de medische zending. Die hebben jaren hier de medische zorg verricht. Dat gaat zo blijven. De eerste lijn zorg wordt dus door de medische zending gedaan. En de zorg om patiënten naar de stad te vervoeren met het vliegtuig of met de boot. Dat was allemaal gedaan de afgelopen jaren door de medische zending. Tot op dit moment nog doen ze het. Met het ziekenhuis wordt beoogd de tweede lijn zorg dichtbij te brengen. Dat gaat maken dat er een goede samenwerking moet zijn tussen medische zending en dit ziekenhuis. Het is een soort streekziekenhuis. En met een goede samenwerking kan in dit ziekenhuis de tweede lijn zorg geboden worden. Mensen die niet behandeld kunnen worden bij de poli van de medische zending, maar nog net niet naar Paramaribo zou hoeven te gaan, die kan dan naar het streekziekenhuis. En als bij het streekziekenhuis ontdekt wordt dat deze patiënt echt wel betere of op een hogere manier medische zorg verdient, dan gaat deze patiënt verder worden gebracht naar de stad. Met eerste lijn zorg bedoelen we dus een snee, koorts, een buikpijn, een hoofdpijn, weet je, zwangerschapscontrole. Dat zijn de dingen die medische zijn in de afgelopen bevallingen. Dat zijn allemaal dingen die ze hier hebben gedaan de afgelopen jaren. Maar er zijn soms wel dingen die eigenlijk niet eens naar de stad hoeven te gaan, maar ze zijn net niet genoeg gespecialiseerd om dat gedeelte op te vangen. En zo gaat dus het ziekenhuis dus inspelen op deze zaken. Dus het is een en al een voorziening in de behoefte die er jaren is geweest. Ja. DC, weet u wanneer ze de eerste steenlegging zullen doen voor dit streekziekenhuis? De datum is nog niet exact bepaald, maar ik heb van de minister begrepen dat het mogelijk eind juni wordt. Dat de eerste steen zal worden gelegd. En toen wij eigenlijk de eerste keer waren gaan kijken naar de plek, toen was het DC Pinas die hier waarnam, heeft de aannemer dus gezegd dat hij binnen, dat was ergens in februari hoor, dat hij dus, vorig jaar, dat hij dus binnen niet al te lange tijd, zelfs minder dan een jaar, in staat is om dit ziekenhuis klaar te hebben. Dus we geloven dat wanneer we in juni beginnen, dat we niet langer dan een jaar daarna onze ziekenhuis mogen openen. DC, zal dit ziekenhuis voor de gebieden een goede toekomst bieden als we denken aan de gezondheid van de mens? Absoluut, absoluut. Net wat ik zeg, de medische zending die heeft dus goed werk voor dit. Natuurlijk ook aan preventie doen ze hoor. Dat moet ook in oog gegund worden. En we denken niet dat het ziekenhuis gaat komen om daar te staan als ziekenhuis alleen om zieken op te vangen. Ze zullen wel programma's hebben, nu ben ik niet medisch toegelegd. Maar ze zullen wel hun programma's hebben om preventieve voorlichting te geven. Zodat de mensen voorbereid zijn op mogelijke ziektes. En zo'n beetje die awareness opbouwen. Zodat we minder mensen in het ziekenhuis vooral brengen. Het ziekenhuis is niet daar om mensen, alleen maar zieke mensen, als maar zieke mensen. Nee, we willen juist dat de mensen niet ziek worden. Maar mochten ze ziek worden, dan kunnen ze daar komen. Het zal heel goed erop inspelen. Net wat ik zei, er zijn soms gevallen van mensen die zorg nodig hebben. Ze zullen daar een tijdje kunnen vertoeven. En wat ik ook weet is dat dit ziekenhuis ook plaats gaat bieden voor arbeid. Arbeidsplaatsen. Vele jongeren van het gebied kennen we, weten we. Die zijn in de gezondheidszorg. Het zijn in de zorg, de ziekenverzorgenden, maar ook in de verpleging. We kennen jongeren en mensen van boven Suriname die doktoren zijn geworden. We gaan stimuleren dat deze mensen terugkomen en op Atjoni werken. Als het aan ons ligt, en dat is echt geen discriminatie, maar wordt het ziekenhuis op Atjoni alleen bemand door Saramakaners. Nogmaals, geen discriminatie, maar het zou lekker aanvoelen toch. Dat de mensen, wanneer de mensen behandeld worden, dat ze in hun eigen taal kunnen communiceren met de mensen die er werken. De mensen zullen zich lekker voelen. Want vaak genoeg is dat een drempel. Als mensen behandeld worden door een arts die soms wel Surinaams praat,
En er zijn nog wel mensen die de Surinaamse taal niet zo machtig zijn. Mm-hmm. En vooral omdat we met ons Saranatong heel veel Nederlandse woorden gebruiken. Zelfs wij zijn aan elkaar dus hoor. Wanneer we zo praten, dan gebruiken we zulke Nederlandse woorden dat de mensen op een gegeven moment niet meer begrijpen waar we het over hebben. Dus als je een ziekenhuis hebt waar alleen mensen van jouw gebied werken, dan zal het niet anders dan mooi zijn voor de mensen, want ze komen in zijn oren allemaal, de artsen, de helpers, de schoonmaaksters, dat iedereen zo snel maar kan zo'n ziekenhuis. Dus zullen ze zich lekker voelen. Dat gaat het genezingsproces zelfs versnellen. DC, mag ik u heel hartelijk bedanken dat u deze informatie met ons heeft willen delen. En ik zou zeggen, heel veel succes met het werk dat u moet voortzetten voor het boven Suriname gebied. Dank u wel, maar voordat ik afsluit wil ik toch even kwijt dat wij ook in planning hebben om een ambulanceboten te maken voor het gebied. Eén gaat niet genoeg zijn, maar we willen beginnen met één. Dit is nodig om mensen te vervoeren van de ene plaats naar de andere. Ik ben vanmorgen geweest, geconfronteerd geworden met het geval van een jonge dame die zo ziek is geweest dat die naar Juma moet worden gebracht. Dan moet een boot vanuit het dorp worden ingezet. Was er een ambulanceboot ergens? Dan was die vroeg gebeld en die kwam en die haalde die patiënt naar Jumu, waar een medische post is. En tijdens dat vervoer, je moet zo denken aan een gewone ambulance. Dan is er medisch personeel en dan kan de persoon alvast behandeld worden tijdens het transport naar de plaats van bestemming. En dat geeft dus hoop. Maar als je de persoon in een boot legt, met een paraplu, en dat is het, dan is het eigenlijk niet zo'n gunstig ding. Het is beter als wij dus ambulanceboten hebben. En omdat de rivier zo lang en zo uitgebreid is, hebben we behoefte aan meer. Dus we gaan die dus binnen niet al te lange tijd moeten we die boten klaar hebben. Tenminste, de eerste moet dan klaar zijn. En dat zal natuurlijk ook een bijdrage leveren aan dat van het ziekenhuis. Ja, mensen kunnen dus makkelijker getransporteerd worden naar het ziekenhuis. En natuurlijk, zo'n ambulanceboot gaat dan natuurlijk bediend worden door iemand van het gebied. Dus ook zie daar ook werkgelegenheid voor een motorist die dus dan zo'n ambulanceboot gaat bedienen. Dank u wel, DC, en heel veel succes. Graag gedaan, dank u wel.